Better in, better out bij cardiochirurgie. Steeds meer ouderen ondergaan een open hartoperatie. Door minder belastende operatietechnieken kunnen ook kwetsbare ouderen de operatie doorstaan. Echter, meer dan een derde krijgt na de operatie een delirium, een depressie, decubitus of een infectie. Om de kans op complicaties te verkleinen, moet de patiënt zich in de periode voor de opname in het ziekenhuis goed voorbereiden. Hierbij heeft de verpleegkundige een belangrijke taak. Meteen vanaf de indicatie voor de hartoperatie kan de verpleegkundige in gesprek met de patiënt. Dit gesprek bestaat uit 3 delen. In het eerste deel van het gesprek informeert de verpleegkundige de patiënt over de gang van zaken in het ziekenhuis. Dit gebeurt op 3 niveaus. De procedure in het ziekenhuis, wat de patiënt daarvan merkt en wat de patiënt en de familie zelf kan en moet doen. Deze laatste 2 niveaus geven de patiënt controle over het eigen herstel. Verder worden de patiënt en de familie voorgelicht over het feit dat een hartoperatie veel energie kost en dat de patiënt vooraf goed en eventueel energierijk moet eten. Elke dag bezoek van directe naasten bevordert ook het herstel. Na de operatie zal de patiënt vaak pijn ervaren. Een goede pijnbehandeling is noodzakelijk voor herstel. De verpleegkundige drukt de patiënt op het hart om dan om pijnstillers te vragen. In het tweede deel van het gesprek gaat de verpleegkundige voor iedere complicatie na of de patiënt een verhoogd risico heeft. Dit gebeurt aan de hand van 4 korte scorelijsten. Zo is het lopen met een stok of rollator een voorbeeld van een risicofactor bij een delier. En mensen die lichamelijk beperkt zijn, krijgen sneller decubitus. In het derde deel van het gesprek bespreekt de verpleegkundige met de patiënt preventieve maatregelen. Voor alle complicaties geldt dat de patiënt en de familie gevraagd worden goed op te letten op het eventueel ontwikkelen ervan. Zo zijn bijvoorbeeld een teneergeslagen gevoel en concentratieverlies voortekenen van een depressie. Typische signalen bij een infectie zijn pijn aan de operatiewond, luchtwegen of blaas. Daarnaast neemt de verpleegkundige nog andere preventieve maatregelen door met de patiënt. Denk bij delier aan het gebruik van oriënterende hulpmiddelen, zoals een klok of een kalender, en het direct na de operatie gebruiken van de eigen bril of gehoorapparaat. Bij een depressie zijn dit bijvoorbeeld dagelijks bezoek van familie en het meenemen van ontspannende muziek. Maatregelen voor decubitus en infectie zijn onder andere pijnbestrijding en uitademoefeningen. Met een goede ondersteuning door de verpleegkundige wordt de kans op een complicatie verkleind. Het gesprek is daarom de start van een goede voorbereiding op een succesvolle ziekenhuisopname.